Dat ik hem ten huwelijk ga vragen. Nu krijgt dit echt wel even een hele rare twist. Dat heb ik eigenlijk nooit meegemaakt. Wow. Best goed. Het was niet zink, maar het ging wel lekker. Ik ga namelijk een event hosten met Mary Jo. Matching vriendjes. Je moet het loslaten. Laat het los. Joehoe. Oh my god, dit is zo leuk. Omdat Jordi en ik elkaar natuurlijk een tijdje niet hadden gezien. En geen Valentijnsdag samen hadden gevierd. Heb ik iets heel leuks voor hem bedacht. We hebben namelijk een staycation. Dat betekent dus dat je in je eigen stad in een hotel gaat slapen. Op de plek waar we officieel verkering kregen. En dat was in het W Hotel hier in Amsterdam. We hadden toen een event met Glamour, geloof ik. En mochten we hier slapen. En toen had ik hem uitgenodigd. En toen op een gegeven moment zou ik naar het buitenland gaan wat langer. En toen werd ik opeens heel zenuwachtig. En toen heb ik hem een soort van een beetje verkering gevraagd. En de dag daarna dacht ik van... Ja, nu is het wel officieel of zo. Dus dit is altijd voor ons een hele bijzondere plek geweest. En we maken altijd grappen dat we er weer naar terug moeten. En dat het echt de allerchillste avond ooit was. Dus ik heb een kamer geboekt in het W Hotel. En hij komt nu hier naartoe. Maar ze hebben dus, omdat ze dat weten, het helemaal versierd. Met allemaal hartjesballonnen. Overal liggen rozenblaadjes. Hij ligt aan een fles champagne. Dus Jordi denkt waarschijnlijk zo meteen dat ik hem ten huwelijk ga vragen. Als ik dit zou zien, zou ik dat namelijk precies denken. Dus ik zit even te twijfelen of ik zeg maar voor de grap op één knie moet gaan zitten als hij aankomt zo meteen. En dan kijken hoe hij reageert, gewoon voor de grap. Om hem heel erg te laten schrikken. Maar misschien moet je daar geen grap over maken. Maar dat is natuurlijk wel hilarisch als ik dat zou doen. Ja, dat ga ik doen. Jack, hoe geweldig. Zo romantisch. Hier een heel spoor van rozenbladen. Naar een super lekker bad. Te leuk. Kijk dan hoe romantisch. Oh, dat is echt fantastisch. Oh my god. Oh, er ligt ook een briefje. Dat vind ik leuk. Oké, wat de f***. Nu krijgt dit echt wel even een hele rare twist. Want terwijl ik dus rondloop om dit te filmen, zie ik dit kaartje liggen. En er staan allemaal dingen op die inside jokes zijn van mij en Jordi. Is hij mij ten huwelijk aan het vragen? Oh my god, huh? Het gaat erover dat wat er begonnen is met een hotdog nu eindigde met een romantische stay in een suite. We hebben elkaar leren kennen terwijl we een hotdog aten op Lowlands. Toen ben ik op hem afgestapt. Oh my god, huh? Plot twist, hoe komt hij hier nou weer in? Dit! Mini hotdog pin. Ik ben helemaal in de war nu. Heeft hij dit dan anders te regelen? Nee, dat kan toch niet? Nee, dan weet ik niet of ik mijn grap nog kan doen als hij dit heeft bedacht. Ik ben in de war. Nou ja, jongens. Romantiek. Plot twist. Jordi is binnen en ik had dus gewoon die grap kunnen doen, want hij had er niks mee te maken. Blijkt dus gewoon dat deze mensen van het W zo geweldig goed zijn in hun werk. Dat ze helemaal mijn vlog hebben gekeken met Jordi om een speciale kaart te schrijven waar allemaal inside jokes in zitten over hoe we elkaar hebben ontmoet. En wat onze bijnamen voor elkaar zijn, want die staan op deze kaart. Dat vind ik echt waanzinnig. Dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. Wow. Woehoe. We hebben lekker roomservice besteld. Lekker. Badjas aan, champagne open. En alles waar we zin in hebben, hebben we besteld. Lekker. We gaan lekker naar de spa. Ik heb mijn lievelingsbadpak aan. Met strepen. En het is vet lekker weer. Echt een heerlijke ruimte. En hoe mooi zijn deze spiegels met al die soort van rokerige vlekken erop. Love it! Hallo, het is maandag en ik heb eindelijk weer eens een lekkere kantoordag. Super fijn. Ik heb ook een vette haardag. Dus vandaar dit heerlijke streep op streep op streep moment. En het is super lekker weer. De lente hangt echt in de lucht. Dus dat is heel fijn. Eindelijk weer wat licht. En ik heb ook voor mezelf een week vakantie geblokt. Daar word ik ook wel heel gelukkig van. Minder gelukkig word ik van dat ik eigenlijk te weinig tijd in het leven heb om al mijn to-do's af te werken. Dus ik denk dat ik vanavond even doorga. Zodat ik me iets chiller voel en lekker dingen weg kan strepen. Dus dat voelt ook wel goed. Dan ben ik wel even helemaal back on track. Hoe leuk zijn deze bekers trouwens op kantoor? Love it! Ja, dit soort dingen maken het leven toch wel echt leuker. Bekertjes, posters, that kind of stuff. Doei! Ik ben nu de proeven aan het nakijken. Wat betekent
dat ik teksten heb gelezen, allemaal aanpassingen heb gedaan en dingen wat ik heb geschreven, et cetera. Die zijn vervolgens aangepast en helemaal verwerkt in de pagina's zoals ze echt in het blad komen. Ik kreeg van veel van jullie de vraag of het verzoek om meer te delen over mijn werk bij Linda Meijden als hoofdredacteur. Is natuurlijk ook een hele andere wereld weer, dus ik snap de interesse heel goed. En ik ben ook bezig met een idee voor een speciale video daarover, hoe ik het jullie echt goed kan laten zien allemaal. Dinsdag is altijd mijn meetingdag waarop ik in Naarden zit en een heleboel afspraken heb met sales, met de redactie. En eigenlijk alles even kan bespreken wat er die week allemaal gebeurt of nog moet gebeuren. Dat is morgen en dat betekent meestal dat ik ter plekke niet echt over dingen na kan denken of iets kan maken of schrijven of zoiets. Dus ik zorg vaak dat ik daarvoor dingen heb nagekeken bijvoorbeeld die dan ter plekke verwerkt kunnen worden. Hoe dat dan gaat is, je hebt natuurlijk een nummer, we hebben een thema gekozen, daar gaan we over brainstormen. Er komen dan allerlei ideeën uit die vervolgens ook gemaakt worden door schrijvers, de fotografen, etc. En vervolgens komen teksten dan bij mij terecht in Word-vorm. Ik lees elke tekst, elk woordje wat in de Linda Meijden staat. Dan ga ik een heleboel schrappen schrijven. Ik ben natuurlijk zelf ook schrijver geweest, of nou ja, nog steeds. Dus ik heb daar wel een duidelijke mening over. En ben behoorlijk perfectionistisch wat dat betreft. En vind het ook wel aan mij om de toon van het blad zo te maken zoals ik hem echt precies voor me zie. Dus dan ben ik daar aanpassingen in aan het doen en vervolgens wordt die tekst dan opgemaakt. Wat betekent dat hij er helemaal zo uitziet als hij in het blad komt. Ook in kleur bijvoorbeeld echt. Dit is toevallig een zwart-wit pagina, maar hier zie je allemaal kleurenfoto's. Dan ga ik vervolgens nog een keer de tekst lezen en bijvoorbeeld ook kijken of het beeld wat erbij staat klopt. Of iets anders moet, beter moet. Dingen waar je dan bijvoorbeeld op let zijn of de kleuren mooi in geheel zijn of iemand op de pagina je aankijkt. Dat soort dingen. Dus dan neem ik nog een keer allemaal door. Dus eigenlijk doe ik dan twee grote checks van tekst en beeld. Dat ben ik nu aan het doen. En een ander leuk ding wat ik nu bijvoorbeeld... Dus ik heb nu even kijken. 1, 2, 3, 8, 9 teksten voor me liggen. Dus daar ben ik wel even zoet mee. Eigenlijk moet ik nog een brainstorm voorbereiden. Maar misschien moet ik dat heel vroeg 's ochtends doen. Even kijken hoe lang dit duurt in ieder geval. Ik heb thee gemaakt. Ik ga ervoor. Ik ben nu de cijfers aan het doen. Wat altijd een heleboel getallen zijn met hele grappige feitjes. Nou, hier heb ik dan bijvoorbeeld een aantal opmerkingen bij gezet en iets weggehaald. En hier begint het dan met... Het feitje, wie één dag geen rundvlees eet, bespaart evenveel water als een maand niet douchen. Vind ik wel heel interessant, maar vind ik wel ook een beetje degelijk als opener. Dan wil ik toch iets wat een beetje meer shocking of juicy is. Dus die wil ik dan wat naar beneden. Ik vind het heel goed als het thema van een nummer ook herkenbaar is in deze feiten. Dat het er niet helemaal over gaat, maar dat wel bijvoorbeeld 3 of 4 van de 10 bijvoorbeeld... in het thema zijn. Het aankomende thema is jaloezie, dus dat wordt super juicy. Heel leuk. Er zitten ook bekende stellen in die vertellen over jaloezie in hun verkering. Dus daar let ik dan op van, laten we daar dan mee openen en die een beetje naar boven halen en dat soort dingen. Ik lees ook dat stalken pas sinds het jaar 2000 strafbaar is. Vind ik ook wel heftig. Ik vind dit altijd heerlijk, de feiten. Hey babes, een hele goede morgen. Het is woensdag en ik heb zometeen iets leuks. Ik ga namelijk een event hosten met Mary Jo in een spa. Dus ik voelde me wel een soort lucky bastard vanochtend dat ik dacht, oh, dit hoort gewoon bij mijn werk. Heerlijk. Nou ga ik daar natuurlijk niet als een soort bakvis liggen en massages nemen, maar misschien is er wel een lekker chill moment in te squeezen. Vanochtend heb ik Linda teksten doorgelezen en nog meer ook alweer. Oh ja, wat voiceovers ingesproken voor een videoproject. En nu ben ik even dit event een beetje aan het voorbereiden. En Nicole komt zo langs met wat outfit opties. Dus dat is heel fijn, want daar had ik zelf geen tijd voor. Dus dat is heel handig en fijn. Zo'n vriendin met zo'n goede smaak. Dat een beetje. Ja, ik hoop dat het leuk wordt. Volgens mij komen er meiden uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk. Dus dat is best wel tof. En geïnspireerd op het mooie weer heb ik een soort sunrise ooglook. Kijk. Met goud en koper en rood en oranje. Hallo? Yay!
matching vriendjes. Hallo. Cole heeft de challenge gekregen om mij te stylen in een badpak. Met daarover kleren waarbij het badpak te zien is. Ja. Dus dat resulteert in wel hele leuke dingen eigenlijk. Bijvoorbeeld deze super funky combinatie. Ik doe trouwens een ander badpak aan, maar is even voor het idee. Een blauw pak, maar dan met een lila broek. I like it. Dit roze pak wat ik nieuw heb. Printbroek over het gestreepte badpak. Deze dit moet er nog even linnen komen, jasje. Ook of leuk wel. Blauw. Ook leuk. En ik vind het ook wel leuk om in een soort maritiem gevoel te blijven. Misschien oh ja. Maar dan moeten we zo nog even proberen. Alright. Ik vond deze wel heel leuk, want die heeft een heel tof splitje. Kijk. Oh, leuk! Cool, hè? Ja. Ja. Let's try. Ik denk dat ik dit toch wel het leukst vind. Ja, ik denk ik ook. Ja, toch? Ik denk ook dit, toch? Het staat ook leuk met je muur. Kun je die ook meenemen? Kijk. Ja, de kleur zit je echt heel mooi. Ja, het is echt heel leuk. Het zit ook heel lekker. Oké, doei. Oké, doei. Tussendoor, dit is wat ik gewoon aan heb vandaag. Ik heb mijn laklaarsjes ook in het wit. Love it. Jeans en een lila trui. Tijd dat het weer t-shirt weer wordt. Ik ben op spijszuiver. Het is nu, ben ik bij een beetje steeds. Maar het is hier zo mooi ingericht. En er komen dadelijk zo'n 100 mensen. En ik ga dus het event aan elkaar krijgen. Spannend, spannend. Erg leuk. Yes, Tiani is hier. Yay. Het praatje zit erop en het ging goed. En nu nemen Nicole en ik lekker een massage. Heerlijk. Het is gewoon een spa-dag met 9 meiden. Zo gezellig. Oh my god. This is such a funny feeling, really. You should try this. Do they stay when I go off? En er zijn tattoos. Oh my god. Deze meiden gaan echte tattoos nemen. Oh my god. Wat ga je zetten? Op een zinnetje wel, op die denk ik. Maar ik moet even mijn legitimatie bewijzen. Oké. Je kunt hier dus echt de tattoos laten zetten. Ja, maar dat is leuk. Ja, zo spannend. Laat je die bal. Girls, iedereen aan de macarons. Zo leuk. Goedemorgen, het is donderdag. Ik ben nu een vlog aan het checken thuis. Dan moet ik mijn voorwoord voor Linda Meijden schrijven. En ik heb echt nog geen idee. Oh my god, writer's block. Best moeilijk soms, dat je denkt, waar ga ik het over hebben? En dan moet je een goed idee hebben. Maar schrijven kan je gewoon niet altijd heel erg afdwingen, heb ik het idee. Dan moet ik boekhouding doen, een draaidag voor morgen voorbereiden. En morgen tijdens de draaidag weer shownieuws voorbereiden, waar ik dan daarna naartoe ga. En dan in het weekend denk ik het schrijven afmaken. Boekhouding, dingen doen, dat kind of stuff. En meetings voorbereiden voor volgende week. Dus ik denk dat het even 7 dagen vlammen wordt. En dingen voorbereiden voor de Fred Schoenen lancering. En qua event en zo. Dus ik heb nu een planning gemaakt. Met allemaal blokjes. Dus ik hoop dat dat een beetje lukt. En zometeen ga ik naar kantoor. Waar Jessie is, wat heel gezellig is. Hallo, hallo. Het is inmiddels uren later en ik ben eerlijk gezegd echt mega aan het vlammen. Ik film het maar niet, want dan zit je gewoon naar mij te kijken terwijl ik gewoon aan één stuk door aan het typen ben. Of de hele tijd zo zit na te denken. Ik zit altijd aan mijn hoofd als ik nadenk of schrijf of whatever. En op dit moment doe ik bonnetjes. En daar ga ik nog zo een uur denk ik mee door. En dan heb ik afgesproken met Nicole. Dus eigenlijk zou ik de hele avond gewoon door willen werken. Maar het is denk ik ook wel goed om even iets sociaals te doen af en toe. En niet af te zeggen. Want daar hou ik echt niet van. En dan ga ik misschien wel liever gewoon later door. Ja, zoveel zie ik mijn vriendin nou ook weer niet. Dus dat is wel heel erg gezellig. En Kim is er ook. Ja, dus ik ga nog even door. Dit begint ook wel vorm te krijgen. Dus ik ben best wel trots op mezelf. En ondertussen is het 1 grote verbouwing op kantoor. Omdat we dus morgen de Etsy video gaan filmen. Wat heel leuk wordt. En ook vandaag heb ik nagekeken. Een interview met Dave Roelvink en Bella Hay. Want die staan op de cover van de nieuwe Linda Meijden. Zo spannend. Het is een heel tof, eerlijk, openhartig interview geworden. Met allemaal dingen die ik ze nog nooit heb horen zeggen. Dus ik vind het heel vet. Goedemorgen. Lekker team pink hier. Ik ben met Jessie op kantoor en we zijn aan het filmen. En Jessie is lekker aan het klussen. Hallo. Precies, ja. Alleen het roze billetje van Jessie in beeld. Charming.
Ik ben thuis na een lange dag filmen en ik ga nu meteen weer door naar shownieuws voor nog even een lekkere werkdag. Ik hoorde net ook dat ik daar bijna een uur eerder moet zijn dan mij verteld was. Maar ik moet even de knop omzetten, want het is live tv en je moet gewoon in één keer dat erop knallen. Ik moet het loslaten, laat het los. Een vlogje. Ik ben bij shownieuws en ik ben heel mooi opgemaakt door Debbie. Lekker mijn stippetop aan. En Marie zit nu lekker in de make-up. Ook niet natuurlijk hoor, is ook gedaan. Ja, nou echt een wereld van verschil hè. Hij is eigenlijk blond. Ja. Ja, eigenlijk rooi krullen. Heb je er zin in? Ik heb er zin in, want we hebben hele leuke onderwerpen. Joep. Jij gaat het hebben over een nieuw schandaalboek van Prins Charles. Ja. Daar wil ik alles over weten. Okay. En ik ga vertellen hoe Frozen the Musical op Broadway was, want dat heb ik gezien. Wil ik ook weten. En ik ben het niet eens met de recensies, ga ik straks allemaal vertellen. Echt een hele leuke show. Veel leuke grappen. En Timor kwam langs, dus we hebben nog even gedanst in de studio. Hoe dat eruit zag. Twijfelachtig. Maar het was een goede show. Kelly, we hebben net gedanst. Nee, ja, ja. En het ging heel slecht. Hoe vond jij het gaan? Het ging best goed. Het was niet sync, maar het ging wel lekker. Had je het idee dat Shelly of ik het beter deed? Oeh, moeilijk vraag. Misschien kon je al zoiets uit elkaar houden. Ja, althans, ik keek wel zeg maar in het geheel een beetje naar jullie alle drie. Dus even goed. Maurice was het best, denk ik. Maurice was het beste. Ik denk, die heeft toch die show. Hey, hij heeft wel een goede houding, hè? Oh, het ligt van. Ik zei het tegen Maurice. Ja. Ik zei tegen Maurice, heb jij ooit ballet gedaan? Want hij zit heel recht altijd. Ja. Ja. Komt omdat hij al die strakke kleren aan heeft. Zondag en ik ben lekker met Jordi. We zitten even ergens te eten en te werken. Sambeltje. Eitjes. Pannenkoekjes. Hey guys, goedemorgen. Ik ben echt heel verkouden. Let niet op mijn stem of wat er nog van over is. Ik maak me weer klaar voor een dagje werken, eten, slapen. Het hele weekend ook doorgevlamd en best wel veel gedaan. Dus ik blijf positief en nog heel even knallen. En over een paar weken heb ik een paar dagen vakantie, dus daar heb ik heel veel zin in. En vannacht is er iemand overleden die ik ken. Of eigenlijk iemand die een goede vriendin van mij heel goed kent en die haar heel dierbaar is. Dus dat is heel verdrietig. En dat doet je ook wel meteen beseffen dat het echt zonde is om zo gestrest en zoveel aan het werk te zijn. Dat je mensen bijna niet meer ziet, je vrienden en familie. Dus dat zet me wel echt aan het denken. Dit is dan wel weer een typische wake-up call. En heel verdrietig natuurlijk. Dus dat is even een andere mindset. En ja. Gekke dag dan wel meteen. Oké, ik ga maar even aan de slag en ik spreek jullie snel. Hey guys, het is Lindadag. Dus ik heb een lekker pakje aan. Laarsjes. Nog steeds super verkouden, maar het komt helemaal goed. Ik vind altijd als je je dan mooi opmaakt en leuk aankleedt, dan voel je je wel iets beter. Alsof je toch gewoon meedoet in de normale wereld. Ik ben terug van een lekker dagje Linda en het was heel erg gezellig en heel leuk, dus dat heeft me goed gedaan. En ik dacht ook, weet je wat, als het druk is, dan moet je gewoon zelf bedenken wat je voor leuke, positieve dingen kan toevoegen aan je leven. Dus ik heb nu een heel lekker homespaatje gemaakt. Ik ga zo lekker eten bestellen, helemaal mijn gezicht super lekker schoonmaken, maskers opdoen, muziekje aan, misschien een film. Even helemaal chill. Dus dat vind ik heerlijk. Kijk, ik heb helemaal een setup gemaakt. Hoe gezellig is deze gekleurde jurk? Zo'n lekker chill pak. Ik heb helemaal een home spaatje gebouwd. Mijn lievelingsgeurkaars, laurier. Lekkere crampjes, maskertjes, serumpje, tijdschriften, groene thee. Love it. Ik heb echt een beetje zo'n winterhuid. Dus ik zag dat deze speciaal voor glow is. En helemaal natuurlijk. Dat is wel echt het enige wat ik nog wil ongeveer. Ik dacht, dat is een lekker experiment om even van die doffe winterhuid af te komen. Even een beetje te gaan stralen weer. Ik moet zeggen dat mijn huid er best oké uitziet. Probeer gewoon alleen maar natuurlijke dingen te gebruiken. En heel goed schoon te maken na al die make-up sessies bij SBS steeds. En verder een beetje rustig aan te doen qua smeren. Ik doe gewoon hele dunne laagjes crème. En lekker een serumpje of hyaluronzuur. En dat is het eigenlijk.
Dus ik doe eerst een exfoliant. Ofwel dus die scrubs die ik nu heel lekker vind. Of iets anders. Dan een serum of hyaluronzuur. Dan een crème. En soms doe ik dan even een masker eens in de zoveel dagen. En dat helpt ook wel. Het is tijd voor een lekker at-home spa avondje. Mjam! Ik ga lekker helemaal mijn huid verwennen. En eten bestellen. En een film opzetten. Helemaal zin in. Oké, lekker. Even de laatste make-up restjes afhalen. Ogen heb ik al gedaan. Ik ga ook even een spa muziekje opzetten. Dat doe ik dus heel vaak als ik thuis ben. Ik ga die spa waterval en pingel muziekjes op. En dan maak ik helemaal een mini spaatje thuis. Zo lekker. Helemaal mijn gezicht schoongemaakt en ik denk dat er een goed begin is gemaakt qua glow. Dus ik ga lekker verder chillen, eten bestellen en even relaxen. En ik ben heel veel aan het vloggen, dus weet dat er volgende zondag weer een nieuwe vlog online komt. En ik probeer nu woensdag steeds een andere video online te zetten. Dus lekker veel video's komen eraan. En als je niks wil missen, vergeet dan niet even te abonneren. En dan zie ik je heel snel. Dankjewel voor het kijken.